Mark, het was een hectische week. Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen? Ja, hectische weken. Eigenlijk al sinds half maart. De eerste aankondigingen en maatregelen voor de hele maatschappij, natuurlijk voor heel Nederland met betrekking tot het coronavirus. Maar ook de impact op het voetbal, dat zou eerst tot 6 april duren. Nu tot 28 april met geen openbare sportevenementen tot 1 juni. Dus hectische weken. De afgelopen dagen is daar nog overleg UEFA-KNVB bijgekomen. Kan je nou wel of niet de competitie doorspelen? Nou, daar is genoeg over gezegd, denk ik, gisteren en eergisteren. En dat zal de komende dagen niet anders zijn. Ja, Feyenoord heeft daar zijn begrip uitgesproken voor het standpunt van de KNVB. Aangaande het al dan niet uitspelen van de competitie. Waarom steunen jullie deze weg van de bond? Omdat we dat vanaf het eerste moment gedaan hebben, dus ook vanaf half maart. Toen waren er in eerste instantie bij de eerste aangekondigde maatregelen nog 3 scenario's. Eén was, het duurt redelijk kort en we gaan toch weer voetballen met publiek. Daar is een streep doorheen. En er zijn nu nog 2 scenario's over. Is het mogelijk, en dat moeten we onderzoeken om te kijken of we zonder publiek de competitie uit kunnen spelen. En het derde scenario, ook een reëel scenario, als het echt niet kan wat betreft de volksgezondheid en het te gevaarlijk is om naar buiten te kunnen, is het stoppen van de competitie. Hoe gaat dit nu verder? Hoe gaan deze overleggen in de toekomst plaatsvinden? Nou, dat is eigenlijk op dagelijkse basis. Iedere dag is er een call met de clubs en de Eredivisie. 7 april hebben we dan ook een belangrijk overleg met de KNVB en met de Eredivisie over die 2 scenario's. Nou, dan moet je denken, het tweede scenario, stel dat het wel mag van het RIVM en van de overheid, dat we ergens eind juni tot en met augustus de competitie zouden kunnen afmaken. Ja, dan moet je denken, welke dagen gaan we voetballen? Door de week, hoe kan dat? Hoe gaan we de wedstrijden tussen AZ en Feyenoord en Utrecht en Ajax inhalen? Wat gebeurt er met een bekerfinale? Is die nog in te plannen? Ja, en bij scenario 3, als blijkt dat dat allemaal niet kan en de maatregelen worden verlengd, dan ga je nadenken over wat gebeurt er met de 9 wedstrijden die niet meer gespeeld zijn. De 4 thuiswedstrijden die we niet meer gespeeld hebben. Wat gebeurt er met de televisiegelden van Fox? Wordt er een kampioen uitgeroepen of een nummer 1? Gaat er iemand degraderen, ja of nee? Of stromen de clubs van de eerste divisie in? AVNV kan nog wel 10 vragen opnoemen. En dat zijn allemaal zaken die we de komende dagen met de clubs en hopelijk ook met de KNVB in ieder geval met elkaar kunnen bespreken en een bepaalde richting kunnen gaan geven. Bij het scenario stopzetten van de competitie heeft dat natuurlijk grote gevolgen sportief, maar ook financieel. Hoe groot zijn die financiële gevolgen voor Feyenoord? Ja, die zijn enorm. Het is wel een bedrag daaraan te hangen is moeilijk in te schatten. We hebben gisteren nog een brief gekregen van de UEFA en de European Clubs Association. Die ook nog eens een keer het verzoek doen, kijk of je de competitie kan uitmaken. Want als je dat niet tot het einde zou proberen, dan zou dat consequenties kunnen hebben voor de Europese tickets. Stel dat daar, afwachten of dat überhaupt zo gebeurt, maar stel dat dat zou zijn en wij zouden Europa League spelen en we moeten dat bijvoorbeeld missen, heeft enorme impact. Maar dat is nog even in de toekomst kijken. Vooral nu zijn alle inkomsten opgedroogd. Winkels zijn dicht. We hebben hier geen wedstrijden meer, geen wedstrijdomzet. We verkopen geen kaartjes meer. Dus alles staat stil. Zijn we niet de enige in, dat beseffen we ook. We zien alle problemen in Nederland om ons heen. Ook bij zakelijke relaties van ons, ook bij supporters van ons. Bij partners van ons. Maar wij hebben daar ook last van. Dus we proberen dat op een wekelijkse basis te monitoren. Wel fijn is dat we in ieder geval dit seizoen goed kunnen afmaken. Dat we niet in de problemen komen financieel. Maar richting het nieuwe seizoen is dat nog wel een vraagteken. Hier rondlopen in de Kuip, rondom de Kuip, is eigenlijk een hele gekke gewaarwording deze dagen. Er is helemaal niemand. Ze zeggen wel blijf in contact, ondanks dat je veel thuis moet blijven. Hoe doen jullie dat als club? Ja, het is inderdaad heel vreemd. Het is een beetje een spookhuis hier, lijkt het wel. Hier zijn we helemaal gesloten. Iedereen is wel thuis aan het werk volgens de richtlijnen aangegeven van het RIVM. We proberen zoveel mogelijk contact te hebben met iedereen, met eigen medewerkers, uiteraard ook met supporters. Die zijn bezorgd om hun eigen situatie. Kan ik volgend seizoen een seizoenkaart kopen? Kan ik die misschien in delen betalen? Zijn ook bezorgd om Feyenoord. Gaan we überhaupt nog voetballen? Nou, dat hebben we ook met onze zakelijke relaties zoveel mogelijk, met onze partners. Alle problemen proberen wij op te vangen.
Maar we hebben ook nog heel erg veel vragen. Wanneer kunnen we nou dat nieuwe seizoen überhaupt beginnen? Dat weten we niet. Is dat 1 augustus? Is dat 1 september? Is dat 1 oktober? Dus wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te verzamelen, met iedereen in contact te blijven, hard onder de riem te steken. Die krijgen we ook terug van heel veel supporters, medewerkers en van zakelijke relaties. Dat voelt goed. En het, het brengt elkaar wel bij elkaar. We zijn ook Rotterdammers, wij houden vol, zeggen we altijd. Dat krijg ik bijna in ieder mailtje, krijg ik dat terug. En laten we dat in godsnaam met elkaar blijven doen. Dicht bij elkaar blijven, de richtlijnen volgen. Hopelijk zo snel mogelijk weer gezond. En dat we weer naar buiten mogen en gaan voetballen. Met zoveel mogelijk mensen en supporters die ons keihard steunen. En die wij een hart onder de riem willen steken hier vandaan.